Hallo allemaal, ik wil even wat met jullie bespreken. Deze week zou er eigenlijk een vlog online komen. Die is niet online gekomen, want het is namelijk een beetje anders gelopen dan ik had gehoopt. Afgelopen woensdag moest ik terug naar de internist, de interne geneeskunde. En daar is mij dus verteld hoe het allemaal ging. En tenminste, ik moest vertellen hoe het allemaal ging. Ik kan jullie wel vertellen dat ik de afgelopen maand 2 keer ontlasting heb gehad. En voor de rest helemaal niks. Dat is natuurlijk niet goed. Je gaat alleen maar ophopen en ophopen en ophopen. En ja, vervolgens zit er ook gewoon een max aan. Ik begon me de laatste paar weken steeds beroerder te voelen. Ik wilde weer minder gaan eten. Ik had alleen maar buikpijn, maagpijn en pijn op mijn borst. Dus er zat gewoon iets niet goed. Vervolgens naar de interne geneeskunde geweest dinsdag. Daar in gesprek gegaan hoe en wat. En vervolgens is daar dus uitgebleken dat ik zou worden opgenomen voor een derde dan klisma. Dus de grotere variantjes eigenlijk. Om het een of ander wilde die arts me eigenlijk naar huis sturen met een laxerende drank. Had voor mijn idee niet heel veel zin, omdat ik die dranken vaker heb gehad en dat werkte gewoon niet. Dus het leek me niet heel erg logisch om me dan naar huis te sturen. Dus ik ben vervolgens kippersoort wat bijna moeten smeken. Nou, dat viel wel mee, maar ik heb wel een beetje hints gegeven van, joh, neem me nou gewoon op en geef me nou gewoon zo'n klisma. Weet je, het is niet fijn. Ik wil het ook het liefst niet, maar het moet wel gewoon even. Dan ben ik leeg, dan kan ik verder met een dieet en al dat soort andere dingen. Dus dat heeft hij gedaan. Ik ben opgenomen geweest woensdag. En moest even blijven. Klisma's gehad. Daar gelukkig wel resultaat op gehad, waar ik heel blij mee was. De lucht ook echt wel goed op, om het gewoon even allemaal weer kwijt te zijn. Vervolgens toen het allemaal oké ging, mocht ik gewoon weer lekker naar huis toe. Dagje later. En toen heb ik eigenlijk heel veel buikpijn gehad. Heel veel buikpijn, heel veel pijn in mijn borst. Ik weet niet hoe dat komt, want je bent leeg. En dan hoor ik dat niet meer te hebben. Maar toch was ik het op de een of andere manier. Maar het voelde ook wel goed om gewoon even lekker leeg te zijn, even opgelucht te zijn. Nu let ik heel erg op mijn voeding. Ik heb bijvoorbeeld vandaag totaal geen brood gegeten. Ik heb vanmorgen wat yoghurt gegeten, wat kwark met wat speciale muesli. Vanmiddag, of als tussendoor, heb ik dan wat ananas gegeten. Vanmiddag heb ik een banaantje op met zo'n breker, knijpdinges met aardbeien erin. En een pakje melk had ik meegenomen, zo'n 1-persoonspakje. Tussendoor ook niks op. Nu ben ik bij mijn opa en oma, zoals jullie kunnen zien, ik ben niet thuis. Ik heb hier gewoon vanmiddag even wat chocola op. Ik had heel erg trek in chocola, dus ik heb zo'n 2 van die dingen van zo'n zeebanket genomen. En een kopje thee. En that's it eigenlijk. Tussendoor natuurlijk wel heel veel water gedronken en ijsthee gedronken. Maar ik let nu gewoon heel erg op mijn voeding. Maar ik denk dat het nu gewoon wel baat gaat hebben, omdat ik nu leeg ben. Hoe dat verder gaat lopen, ik heb geen flauw idee. Ik heb deze week wel wat dingetjes gefilmd, maar het slaat gewoon helemaal nergens op. Omdat ik gewoon in 1 keer midden in de week weg was. Dus het is een beetje kijken hoe dat allemaal gaat lopen. Maar in ieder geval wilde ik in plaats van de weekvlog even jullie de update geven hoe het gaat. Ik wil ondertussen nog wel even iets duidelijk maken. Ik heb natuurlijk de stempel PDS gekregen. En ik wil jullie even uitleggen wat het nou precies is. Ik kan het ook niet allemaal uit mijn hoofd uitleggen. Dus dat ga ik even gaan opzoeken ondertussen. Maar ja, ik wilde jullie eigenlijk eventjes vertellen hoe en wat het nou allemaal is. Even kijken. Ik zit op de website van de Maagdarm Levercentrum. Eigenlijk is PDS een verzamelnaam van allerlei darmklachten, wat geen ziekte van Crohn is, colitis ulcerosa, al dat soort ziektes. Dat heeft natuurlijk een eigen naam en alles wat daar dus niet op duidt of wat het niet is, dat wordt onder de stempel PDS, prikkelbaar darmsyndroom, gedeeld eigenlijk, geschoven.
De meest voorkomende klachten bij PDS zijn buikpijn, buikkrampen, problemen met poepen, een opgezette buik, opgeblazen gevoel, winderigheid door gasvorming. Nou, winderigheid heb ik dan op zich niet, maar ik heb bijvoorbeeld wel een opgezette buik, opgeblazen gevoel, buikkrampen, problemen met ontlasting. Absoluut. Wat er dus bij helpt zijn heel veel voedingsadvies eigenlijk. Hier staat bijvoorbeeld ook, heel veel mensen met PDS hebben ook last van de klachten die niet direct met de darm te maken hebben. Met name vermoeidheid, maagklachten, klachten, brandend maagzuur, hoofdpijn, problemen met de blaas, fibromyalgie, I don't know what that is, pijn in de rug of in de zij. Dat zijn veel voorkomende klachten. Dus ja, dat is op zich wel een dingetje dat ik denk, klinkt logisch, is ook bij mij het geval. Maar het is dus niet per se een chronische ziekte. Maar het is, tenminste, het is chronisch. Een prikkelbare darm, absoluut. Want het gaat waarschijnlijk nooit meer weg. Maar je moet zelf een beetje kijken hoe je het invult. Van hoe wil je het nu? Hoe wordt het voor jou minder? Er zijn mensen die slikken bepaalde tabletjes voor. Met pepermuntolie. Heb ik ook in huis gehaald. Ik ga het gewoon proberen. Volgens mijn tante, zij is een apotheekassistent, dus die vertelde mij dat het voor heel veel mensen niet echt helpt. Maar misschien helpt het voor mij wel. Ik heb bijvoorbeeld het YouTube-kanaal I'm Denise. Denise heeft dus ook een prikkelbaar darm. Ben ik pas achtergekomen. Zij komt ook met die tabletjes. Dus ik ga kijken wat dat doet. Ik ben heel erg benieuwd of het daadwerkelijk echt gaat werken. Het is gewoon heel erg uitvinden wat voor jou nou goed werkt met een prikkelbare darm. De een kan het ene wel eten en de ander kan het weer helemaal niet verdragen. Dat is echt een dingetje van uitzoeken. En daarvoor raad ik aan de mensen die een prikkelbare darm hebben en die niet weten hoe ze moeten beginnen met leven, zeg maar. Je leven gaan veranderen, want je kan niet meer hetzelfde leven als dat je altijd deed. Ik raad dan toch aan om echt langs een diëtist te gaan, heb ik ook gedaan. Ik ben ook bezig met allerlei dingen. Dus ja. Dat is eigenlijk alles wat ik jullie mee wilde geven. Maar het is echt ondervinden aan jezelf. Maar in ieder geval. Dit was even een update. Ik zie jullie heel erg snel worden.